Graag wil ik dan nu als eerste het woord geven aan Jan Pronk. Als je het goed vindt, ga ik thuis dan. Ja, dat zeker. Ik kan dat best zonder. Mijn excuses eigenlijk voor het Nederlands. Ik vond, toen ik werd uitgenodigd, we hebben er even over gesproken, dat de discussie binnen Nederland niet goed wordt gevoerd en dat er een heleboel mensen in Nederland zijn die worstelen. Daarom wilde ik graag een discussie met Nederlanders in Nederland over het beleid. Dat is één. Er kwam wel een probleempje bij, daar heb ik ook over gesproken. Dan praat je over Oekraïne zonder Oekraïners, want er zijn geen Oekraïners specifiek uitgenodigd. Misschien zijn er Oekraïners hier, maar dat weet ik niet. En dat is wel ingewikkeld, want eigenlijk moet je dat niet doen. Daarom gaat het ook niet alleen, wat mij betreft, over Oekraïne. Het gaat mij in belangrijke mate over, wat je zei, oorlog en over de Oost-West-verhouding en de wereldverhouding. Ik vind dat die discussie daarover gevoerd moet worden op een andere manier dan momenteel. Eigenlijk praat iedereen over nog meer wapens en welke. En het gaat eigenlijk niet over de vraag hoe komt er een einde aan de oorlog, wat kunnen we eraan doen en wat komt erna. En dat komt ook tot uitdrukking in de bewoordingen die worden gebruikt. Kijk eens naar vandaag. Rutte zit in Kiev. En hij zegt weer, you have to win. En we gaan helpen, whatever it takes, whatever we can. And no taboe. Ik vind dat hele gevaarlijke, loze termen. Wat is winnen in vredesnaam? En whatever it takes, dat is nogal wat als je dat aanbiedt en hij zegt dat steeds. En no taboe, is dat een helemaal geen grens? En dat wordt iedere keer maar weer opnieuw herhaald. Ik vind dat gevaarlijk. En ik vind dat de politieke discussie daarover ook moet gaan. Zoals ook moet gaan over de manier waarop je met elkaar spreekt. Ik ben blij dat Henk Overbeek en Paul Aert hier zijn. Jullie hebben een stuk geschreven in NRC. Eigenlijk was het eerste stuk van enig niveau dat hierover werd gepubliceerd in de Nederlandse pers. En je werd direct gekwalificeerd als sneu en naïef en als koude oorlogsdenker en als Poetin-aanhanger. Nou, dat is allemaal nogal wat. En dat zijn bewoordingen die gebruikt worden door mensen die ik zeer waardeer. He, Laura Starink, Hubert Smeets, Sjoerd de Jong. En dat is het rare, dat een discussie tussen mensen die we zeer waarderen, die allemaal goed kunnen nadenken, met dit soort termen wordt gevoerd. En ik zou ervoor willen pleiten dat we het echt alleen maar over de inhoud hebben. Als we dat niet doen, dan praten we alleen maar over de manier waarop het nu gebeurt. En dan is het net alsof we ons neerleggen bij de onvermijdelijkheid van het voortduren van de oorlog. En zoals mevrouw Ollengren zegt, het zal nog vele jaren duren. Nou, waarschijnlijk heeft ze gelijk, maar het is net alsof ze zich daarbij neerlegt. En dan gebruikt ze de term, de oorlog sleept zich voort. Wel, die oorlog sleept zich niet voort, die raast voort met ontzettend veel slachtoffers. Doden, gewonden, verwoestingen en oorlogsmisdaden. Dat is niet een voortslepen, dat is het voortrazen. En als je dat constateert en als je bang bent dat dat zo blijft, dan wordt het van belang om niet alleen maar te denken aan de manier waarop je daarin betrokken bent, maar ook aan de manier waarop er op een gegeven moment een einde aan zou kunnen komen. En dat is ook in West-Europees belang. Het is ver weg. Nee, het is natuurlijk vlakbij. Het is Europa.
Er wordt ook gezegd door de mensen in Oekraïne, wij vechten jullie oorlog. En ik geloof dat ze daar gelijk in hebben. Het is ook langzamerhand een oorlog tegen het Westen geworden. Maar als men in Oekraïne zegt, wij vechten voor jullie, dan mogen wij meepraten in de rest van Europa over de manier waarop er dan een, hoe die wordt gevoerd en hoe er een einde aan zou kunnen worden gemaakt. En dan gaat het dus echt om politieke beslissingen om te voorkomen dat het nog verder escaleert. Want er kan een point of no return komen waarbij het onvermijdelijk is dat die escalatie leidt tot explosie. Dan wordt het moeilijk. Wat moet je dan voorstellen? Ik heb het over politiek, ik heb het niet over defensie. Wat moet je dan voorstellen? En dan zegt men, en dan ben ik het mee eens, dan moet je gaan praten. Want er is geen enkele mogelijkheid om een einde aan een oorlog, welke dan ook, te maken zonder dat er een keer gezamenlijk wordt beslist om ermee te stoppen. Dat is dus onderhandelen. En voorstanders daarvan zijn niet naïef. Die komen met standpunten die wortelen in de geschiedenis. Want we kunnen ook vaststellen dat hedendaags het onmogelijk is om een oorlog te winnen of een oorlog te verliezen. Dat is niet meer mogelijk wanneer het gaat om zulke machten met dit type wapens. Het kan alleen maar voortrazen. En iedereen die praat over winnen en verliezen in het conflict en eromheen, ook wij, ja, die draagt eigenlijk bij tot het voortrazen daarvan. Die denkt niet aan dat einde. Betekent dat dan dat ik een oproep zou willen doen tot Oekraïne om te onderhandelen? Nee, dat is niet aan mij. Ik ben een Nederlander, een West-Europeaan, een lid van de internationale gemeenschap en ik ben niet een inwoner van Oekraïne. En men in Oekraïne zal zelf moeten beslissen welke stap men verder neemt. En ik ga ervan uit. Het land is aangevallen op een manier die volledig in strijd is met de internationale rechtsorde, met alle afspraken die gemaakt zijn. En het land dat is aangevallen heeft het volste recht om zich volledig te verdedigen. Volledig. Dat staat niet ter discussie wat mij betreft. En ik ben ook van mening dat we daarbij moeten helpen. Dat we dus ook Oekraïne daarbij moeten steunen. En dat is voor mij de reden geweest, ik heb dat ook ergens publiekelijk meegedeeld, waarom ik niet die desbetreffende verklaring heb getekend waar Jong even aan heeft gerefereerd. Ik was het eens met alles, maar er stond iets in wat ik vond dat erin had moeten staan, namelijk we gaan toch door met steunen. Maar je werkt op twee sporen tegelijkertijd. Je helpt een land zich te verdedigen en je draagt bij tot het starten van besprekingen, praten, onderhandelen, om er op een gegeven moment een einde aan te maken. Onderhandelen over niet, en ik maak een onderscheid, niet over Oekraïne zelf, wat daar moet gebeuren, maar over een andere internationale veiligheidsstructuur, een geopolitiek systeem waarbinnen het niet meer nodig is, mogelijk is voor een van de partijen om die oorlog te gaan voeren. Zodat, als dat er is, als dat perspectief er is, het ook kan gaan stoppen. Het mooie van de bijdrage van Paul Aerts en Henk Overbeek in de NRC vond ik dat zij eigenlijk het omkeren. En dat hebben lezers niet gezien. Het ging niet om onderhandelen met betrekking tot Oekraïne en dan kom je tot onderhandelingen over een ander internationaal systeem. Nee, eigenlijk moet je beginnen met onderhandelen tussen grootmachten, inclusief Europa, over een andere internationale orde, zodat je dus kunt komen tot grotere mogelijkheid om ook te komen tot vrede via onderhandelen in Oekraïne zelf. Of in ieder geval parallel. Maar niet wachten met een andere veiligheidsstructuur, met het praten met Rusland, voordat er een einde aan de oorlog daar is gekomen.
Daar ben ik dus een voorstander van. Tussen voor Oost-West besprekingen opnieuw. Hoe dan ook geëntameerd, bijvoorbeeld in het kader van de Verenigde Naties. Bijvoorbeeld in Genève, bijvoorbeeld in Wenen. Die teruggaan tot misverstanden die we hebben gecreëerd in het verleden. De Russen, ik vertrouw hen op dit moment voor geen cent. De manier waarop alle beloften worden geschonden is schandelijk. De manier waarop er wordt gelogen is schandelijk. Maar op één punt hebben zij gelijk. Wij hebben verwachtingen gewekt vanaf 1990 met betrekking tot een internationale veiligheidsstructuur die wij in wezen zelf ook hebben geschonden. Dat gaat terug tot de belofte van Baker in 90. Het gaat terug tot Libië in 2006. Het gaat terug tot München in diezelfde periode. Wij hebben onszelf niet vanuit het Westen agressief opgesteld, maar we hebben het regime in Moskou in de gelegenheid gesteld om onze opstelling zo te vertalen voor de eigen bevolking dat het een Oost-West conflict is geworden. En wat dat betreft zullen we de hand in eigen boezem moeten steken. We hebben behoorlijk wat fouten gemaakt doordat we zo ontzettend hooghartig, hoogmoedig hebben opgetreden. Dus wat nodig is, is een aanbod om te onderhandelen over een andere veiligheidsstructuur. En daar zul je misschien stappen voor terug moeten zijn. Er wordt weer anderen ook gesproken over grote internationale onderhandelingen, maar er wordt alleen maar gezegd, maar je moet een eerste stap zetten. Anders kom je er niet toe. En dat zouden we kunnen doen door bijvoorbeeld dingen die we van plan zijn te bevriezen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, goed dat Finland en Zweden zich hebben aangemeld als lid van de NATO, maar we bevriezen dat proces om een teken te geven dat we niet willen escaleren. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat beslissingen die we hebben genomen om bepaalde wapensystemen op te bouwen in grenslanden van het oude Warschau-pact en de huidige NATO, om die te ontmantelen of te reduceren als tekens van de wens om te komen tot serieuze onderhandelingen. Misschien zijn er andere mogelijkheden daarvoor, maar een aanbod om te gaan onderhandelen of bezoek om te onderhandelen zal gepaard moeten gaan van een aantal eenzijdige stappen. Nou, als dat mogelijk is, dan kun je ook gaan spreken over onderhandelen wat betreft Oekraïne zelf. Niet een oproep tot Oekraïne zelf, maar gewoon een algemene gedachte. Het zal naar mijn mening moeten gebeuren met een mediator, een facilitator die zelf op geen enkele manier partij is. Er zijn er nog maar weinig, eerlijk gezegd. En dat is dus toch eigenlijk het internationale systeem. Ik verbaas me zeer over het gebrek aan activiteit van de huidige secretaris-generaal van de Verenigde Naties. De Zweedse secretaris-generaal die ik goed gekend heb, die veel actiever zijn geweest op dit punt. Ook wanneer ze dachten dat er geen enkele kans was, toch iedere keer weer een geitenpaadje vonden om verder te komen. Wat zou die kunnen doen? A. Starten van talks about talks. Die zijn er nog niet. Gesprekken over de manier waarop je zou gaan onderhandelen. Heel vrijblijvend. Talks about talks. Zo beginnen onderhandelingen. Door nog niet te onderhandelen, maar te gaan praten over de vraag of je gaat onderhandelen. En als je dus op die manier aan tafel zit, dan ben je al een stapje verder. Tweede plaats, stopzetten van aanvallen op burgerdoeleinden. Begin daar eens over te onderhandelen. Dat niet meer. Niet meer aanvallen op burgerdoeleinden. Punt 3. Een wapenstilstand. Zou dat kunnen? Daarna een aantal onderhandelingen over met name de civiele kant van de zaak. Gevangenenruil. Terugkeer van mensen die verdreven zijn. De mogelijkheid van konvooien voor humanitaire aangelegenheden zonder dat ze worden aangevallen. Dat zijn kleine humanitaire dingen. Maar als het lukt en als het wordt begeleid vanuit die internationale gemeenschap, dan kun je misschien vertrouwen creëren zodat je de volgende stap in dat soort onderhandelingen weer zou kunnen gaan doen. 4. Gedemilitariseerde zones.
bekende voorstellen uit alle mogelijke andere conflicten. Daar kan je heel erg veel van leren. Vijf, implementatie van oude akkoorden, zoals Minsk uit het verleden. En dan, daarna, en dat kan een poos duren, elementen van vrede. En die vrede, dat betekent onderhandeling, dat betekent compromissen, en daar moet je nu niet, helemaal niet over spreken. Je moet nu niet zeggen vanuit Nederland wat voor compromissen wie dan ook zou moeten sluiten wanneer het gaat om Oekraïne zelf. Maar je moet wel bereid zijn tot compromissen wanneer het gaat om dat internationale overleg over een andere internationale veiligheidsstructuur. En daarin zul je dus stappen terug moeten zetten. Heb ik er veel vertrouwen in? Nee. Eerlijk gezegd niet. Want wat er momenteel vanuit Moskou op ons afkomt is onbeschrijfelijk. En het is ook veel onveiliger dan ik ooit heb meegemaakt tijdens die hele Koude Oorlog in dat evenwichtssysteem dat zo heerlijk stabiel was tot aan 1989. Daar kun je nostalgisch op terugkijken. Maar het is geen reden om niet dergelijke stappen te doen, om niet dergelijke initiatieven te nemen. Want als we dat niet doen en als we regeringen momenteel maar hun gang laten gaan, dan escaleert het verder en dan kan de situatie ontstaan, laatste zin, dat wij blundering into disaster, zoals dat niet aan het begin van de Tweede Wereldoorlog gebeurde, maar aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. En dan is het onze eigen fout. Dank. Zeer veel dank voor deze gepassioneerde.